Hartelijk welkom allemaal. Welkom bij deze workshop Familiezorg met extra inzoomen op het onderwerp rolomkering. Mijn naam is namelijk Yvonne van den Meidenberg. En ik werk bij het expertisecentrum Familiezorg en ik werk daar als familiecoach en als trainer. En als familiecoach kom ik bij mensen thuis en begeleid ik gezinnen waar sprake is van langdurig intensieve zorg. En wij zeggen altijd, wij begeleiden gezinnen, want dat doen wij ook daadwerkelijk. Wij gaan in gesprek met de hele familie en wij kijken wat alle betrokkenen hierin nodig hebben. En de manier waarop wij dat doen, dat is vanuit de methode familiezorg. En die methode is gebaseerd op systemisch werken, de systeemtheorie. En dat betekent dat wij altijd ook naar het hele plaatje kijken waarin we ook de zorgprofessionals meenemen. Ik geef deze workshop vandaag niet alleen. Ik heb drie mensen in de spotlight staan. Ik wil eerst even het woord geven aan Jorien eventjes. Jorien, wil jij jezelf even voorstellen en zeggen wat jouw rol is in deze workshop? Ja, nou mijn naam is Jorien. En ik werk bij JMZ Go als consultant voor jonge mantelzorgers, waar we echt de jonge mantelzorgers ondersteunen, zodat ze ja, echt even kind mogen zijn en dat ze niet aan hun thuissituatie hoeven te denken, maar ook wel leren om hoe ze het beste met de thuissituatie om kunnen gaan. En sinds dat ik hier ben begonnen met werken, realiseerde ik dat ik zelf ook een mantelzorg thuissituatie had, waar ik daarvoor helemaal geen weet van had, omdat het voor mij iets normaals was. Dus ja, op die manier ben ik ook hiervoor gevraagd om wat input te geven en ja... Dat eigenlijk vooral. Misschien Jorien, want in de vorige workshop heb je dat niet gedaan. Maar wellicht is het wel interessant om heel kort eventjes te vertellen hoe jouw thuissituatie eruit ziet. Zodat mensen ook beter beeld hebben waar ze jou wellicht op kunnen bevragen zometeen. Ja, nou ja, in ieder geval mijn moeder die is blind. En dat wordt eigenlijk steeds erger, waardoor ik altijd al haar ogen was. Dat in eerste instantie. Maar erger voor mij was dat mijn vader eigenlijk altijd al depressief is geweest. En... daardoor ook een hele slechte relatie ontstond tussen mijn ouders, waardoor ik eigenlijk altijd degene was die de bemiddelaar was, maar ook degene was die voor mijn zusje moest opkomen en mijn zusje dingen moest leren als oh, ik ben ongesteld, wat moet ik doen, zeg maar. Dan was ik altijd degene die dat soort rollen op me pakte. En ja, al zal mijn vader waarschijnlijk niet denken dat ik altijd de ouderlijke rol op me heb genomen, is dat wel zo. Maar hij is dan weer te... nou, laten we zeggen egoïstisch, om zo te denken van nee, ik regel je alles, terwijl eigenlijk ik heel veel heb geregeld. Ja, dus ja. Het heeft best wel weer invloed gehad op jullie onderlinge relaties, hoor ik eigenlijk. Ja, ja, we hadden echt een haatrelatie. Dat ik echt dacht, ik hoef gewoon geen contact meer met hem. En nu ik gewoon uit mijn huis ben, vanaf mijn 17, ik ben nu 24, is onze relatie wel heel erg herstellende. En nu ja, wil ik echt het beste voor hem en kan ik hem veel meer vanaf een afstand helpen, zeg maar. Dus dat is voor onze band heel erg goed geweest. Ja, soms, ja. Soms helpt het ook echt om even uit een situatie te stappen. Ja, is echt zo. Ja. Ja. Ja, Twan, zou jij jezelf even voor willen stellen? Ja, ik ga wel een beetje richting de oplossing, hè? Mooi. Ik ben Twan Mensen. Ik ben ook aan het expertisecentrum familiezorg hier in Tilburg verbonden als familiecoach en als trainer. Maar ik heb eigenlijk een andere geschiedenis met het expertisecentrum. Namelijk die in de rol van gezinslid, wat het expertisecentrum familiezorg heel hard nodig had. Over die rol ga ik zo meteen wat meer vertellen. Hoe dat in elkaar heeft gezeten. Maar binnen onze zorgsituatie kregen wij te maken met nou ja, toch wel ontspoorde relaties en... hadden wij expertisecentrum familiezorg heel hard nodig om dat weer een beetje op de rails te krijgen. In de loop der jaren heb ik mij ook nog ontwikkeld als coach en als trainer. En doop ik mijzelf als ervaringsdeskundige beroepskracht. Die titel heb ik zelf verzonnen. Ik meen tenminste dat die niet bestaat. Maar dat zo'n beetje. Voor nu. Ben ik goed te horen? Ik hoor mezelf een beetje in echo. De opbouw van de workshop die ziet er als volgt uit. Ik ga kort iets vertellen over wat familiezorg betekent. Daarna, Twan, kijk even jou aan. Stel ik voor dat we... nou, ik zal een hele korte uitleg geven over genogram. Daarna gaan we luisteren naar het verhaal van Twan en we zoomen daar... in op een stukje rolomkering, stukje taken en verantwoordelijkheden.
Daarna gaan we in 3 breakout rooms uit elkaar, waar wij met z'n drieën ieder bij een breakout room aan zullen sluiten, waarin we nog met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp rolomkering. Daarna komen we plenair terug en koppelen we terug wat er besproken is en is er nog de gelegenheid ook om vragen te stellen. Familiezorg. Ja, wij zijn dus werkzaam bij het expertisecentrum familiezorg. Ik heb zelf 15 jaar als verpleegkundige in de zorg gewerkt. Meer als praatpleeg dan echt als spuit, snij en wondverzorgingsverpleegkundige. Dus ik heb wel altijd aandacht gehad voor de ander en juist geïnteresseerd in het werk door de relatie met de ander. Maar heb die wel anders vorm gegeven dan dat ik dat nu doe via de methode familiezorg. En wat is daarin dan anders? Ik heb voorheen bijvoorbeeld altijd geleerd dat de cliënt centraal stond. Dus alle aandacht ging altijd naar de cliënt. En het uitgang vanuit de methode familiezorg is dat wanneer er iemand ziek is, dat dat iedereen raakt in die familie. En dat je daarom dus aandacht moet hebben voor de hele familie. En dat is de reden dat wij ook altijd met hele families aan tafel gaan. Dus wij hebben vaak eerst 1 telefonisch contact met 1 lid van de familie die contact opzoekt. En dan zeggen we al in het eerste telefoongesprek van wij willen graag in gesprek met iedereen die betrokken is bij deze zorgsituatie. Soms zijn mensen daardoor verrast en vinden ze dat lastig. Over het algemeen vinden mensen het heel fijn dat ook zij eens gehoord worden. En dat ook eens aandacht is voor hun van wat het voor hun betekent en wat voor hun de impact is van de hele zorgsituatie. Wij gaan ook altijd voor een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, familie en professionals. Dus wij zeggen, iedereen is voor 1/3 deel van de zorg verantwoordelijk. Voorheen als verpleegkundige voelde ik me denk meer verantwoordelijk dan 1/3 deel. En nu zeg ik en weet ik ook dat je zeg maar zonder de familie geen goede zorg kunt leveren. Dus je hebt hen ook nodig om echt de goede dingen te kunnen doen. En een ander stukje ook van het systemisch werken, waarop onze manier van werken is gebaseerd, is dat we ook aandacht hebben voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij een zorgsituatie. En dat we ook hen met elkaar in contact brengen en dat we ervoor zorgen dat zij samenwerken op gelijkwaardige manier en dat er sprake komt van een gezamenlijk plan en een gezamenlijke aanpak. Dus dat hoort allemaal bij onze manier van werken. Zoals ik al zei, wij trainen ook deze manier van werken aan andere zorgprofessionals. En is er echt heel erg aandacht voor de menselijke kant in ons werk. Dus de ontmoeting van mens tot mens. Dus wat minder zeg maar boven de ander gaan staan als de expert. Maar dat je het echt samen doet. En die ontmoeting van mens tot mens, dat is wel iets wat ik heel mooi en waardevol ook vind. Die gelijkwaardige samenwerking, het waardevrij kijken hoort heel erg bij de methode familiezorg. Hè? Dus dat je niet oordeelt, maar dat je wil weten waarom doen mensen wat ze doen. En dat je daarom ook gedrag kunt begrijpen. En dat je je bewust bent van het feit dat een ziekte in een gezin dus ook impact heeft op het gezin als totaal. Op iedereen als individu, maar ook op de onderlinge relaties. En dat je juist ook die zaken bespreekbaar maakt met elkaar. Dat is even in het kort een stukje familiezorg en wat een beetje het verschil is met de manier waarop ik voorheen werkte. Wij zeggen dus er is altijd aandacht voor de hele familie. En om dat goed in kaart te brengen maken wij altijd gebruik van een genogram. Een genogram is een soort stamboom. Ik ga heel even wisselen van camera, zodat ik heel eventjes een voorbeeld kan geven van een genogram. Dus jullie zien mij zo meteen niet meer, maar wel mijn hand. Ja. Een genogram bestaat uit vierkantjes en rondjes. Het is eigenlijk een soort van stamboom, zoals ik al zei. Ik zal even het genogram tekenen van mijn eigen gezin. Vierkantjes, de mannen zijn vierkantjes in een genogram en de vrouwen zijn rondjes. Dus dit is mijn man en het rondje, dat ben ik. En wij hebben samen 3 kinderen. Zodra er iemand belt,
beginnen wij eigenlijk al direct een genogram te tekenen. Want je gaat vanzelf vragen stellen. De lijn die ik overigens hier nog tussendoor trek is een generatielijn. Dus eigenlijk al als je gaat tekenen en je begint met, ik heb gebeld, zeg oké, en uw man, ja, bent u nog steeds getrouwd? Ja, nog steeds getrouwd en soms is dat ook niet zo en dan geef je dat zo aan wanneer mensen gescheiden zijn. Hebben jullie ook kinderen? Jazeker. Nou, zijn het jongens of meisjes? Dat zijn eigenlijk automatisch vragen die je gaat stellen wanneer je een genogram tekent. En wij zeggen eigenlijk altijd, daarmee heb je meteen al oog voor alle die geraakt zijn, ook door de zorgsituatie. Dat genogram gaan we vaak ook inkleuren. Dus we kleuren bijvoorbeeld een stukje communicatie in. Mijn man zit op dit moment in isolatie, omdat hij corona heeft. Hij mag even nadenken, overmorgen weer uit isolatie. Dus onze communicatie is op dit moment best wel afstandelijk. Maar normaal gesproken is onze communicatie gewoon goed. Dat geef je aan met de rechte lijn. En ook zo met de kinderen. Een ander onderwerp wat we vaak bespreken wanneer we zeg maar in gesprek gaan met familie, is een stukje of iedereen nog op de juiste plek zit. Dus gedragen de ouders zich als ouder en gedragen de kinderen zich ook als kinderen. Wanneer er sprake is van een zorgsituatie, dus stel hier zou iemand ziek zijn in dit gezin. Die krijgt even een extra rondje, zo geven we degene die ziek is aan. Dan is het risico dat een van de kinderen in de ouderrol terechtkomt. En dat tekenen we dan in een genogram. Degene met het grootste risico zeg maar, om in de ouderrol te komen is de oudste van een gezin. Dat is niet altijd, maar die hebben wel het grootste risico. Maar vandaar dat ik hier even mijn oudste zoon omhoog teken. Dus die komen zeg maar, qua taken en verantwoordelijkheden meer op het niveau van de ouders. En soms, die vraag stellen we ook altijd, hè, zien ze zichzelf echt naast de ouders staan en soms zelfs daarboven. Dus kenmerkend voor deze positie is dat je taken en verantwoordelijkheden hebt zeg maar, die niet bij je rol horen, maar die dus eigenlijk bij de rol van de generatie hoger horen. En we zeggen ook altijd, het is eigenlijk geen fijne positie om in te zitten, want het is een positie met heel veel plichten en weinig rechten. Verder wijd ik nu even niet uit over het genogram, want we gaan ook naar aanleiding van Twan's verhaal nog een genogram tekenen van zijn familie. Twan, wil jij het woord van mij overnemen? Ja, dat wil ik. Ja, dan gaan we dus nog heel even een demonstratie geven hoe we dat genogram dus toepassen. Hoe dat toenertijd ook bij ons waarschijnlijk is getekend. Dat heb ik niet gezien, maar zoals ik dat nu wel toepas als ik met families in gesprek ga. Dan zal ik wat verder vertellen over de situatie zoals ik hem heb ervaren en of ik dan wel of niet in een rolomkering zat. Ik kom in ieder geval... Mijn stamgezin voort uit mijn vader en moeder. Dat is voor iedereen zo. Dus dat is vrij simpel te tekenen. Mijn vader en moeder hebben 2 kinderen gekregen. Mijn zus, die is ouder dan ik. En ik. En ik ben uiteindelijk getrouwd geweest. Geweest, zeg ik al. Met Saskia. Zij is inmiddels mijn ex-partner en ik heb samen met haar 2 kinderen gekregen. 2 jongens. En daar komen dan zo wel wat leeftijden bij. Het is heel gek om iets getekend te zien worden en het zelf niet te tekenen, maar ik doe mijn best om niet afgeleid te raken. 1992 werd mijn moeder getroffen door een zwaar herseninfarct. Zij was toen 45 jaar oud. En mijn vader ook. Ik was 16 jaar oud. En mijn zus was 17. Ik zet daar vaak eventjes zo die leeftijden bij. Wat er ook de meeste tijd gebeurt. Is dat de geboortejaren erbij gezet worden. Want dat is makkelijker om alles terug te rekenen. Ik kom uit 1976. Mijn zus uit 1974. Mijn ouders beide uit 1947. Dan is het ook handig om dat bij de kinderen te doen. Die weer daaruit voortgekomen zijn. 2007 is mijn oudste zoon en mijn jongste uit 2010. En mijn ex-partner is geboren in 1975.
Mijn moeder kreeg dus een herseninfarct en raakte halszijdig verlamd. Kreeg zware afasie, voor degenen die misschien toch niet weten wat dat betekent. Een spraakstoornis, communicatiestoornis. Zij kon in ieder geval niet meer met ons praten. Wij moesten 24 uur per dag wel zorgen dat er iemand bij haar in de omgeving was om haar te verzorgen. Rond het jaar 2000 ging ik samen met Saskia samenwonen. En wij hadden een huis gekocht waarbij ik een slaapkamertje had gecreëerd voor mijn moeder. Dat, mocht het eens een keer zo uitkomen dat mijn moeder bij ons kon komen logeren. Want dan konden we in het weekend misschien wel eens een keer uitslapen. Maar plots ontstond er een situatie waarbij er bij mijn ouders een renovatie moest plaatsvinden. Dus eigenlijk met het vertrekken uit mijn ouderlijk huis kwam mijn moeder tijdelijk bij ons te wonen. En dat tijdelijk, dat is 14 jaar geworden. En dat geven we eigenlijk in het genogram even inderdaad op deze manier aan. Dat de situatie is waarop er werd samengeleefd. In ieder geval de laatste 14 jaar heb ik. Tot die tijd hebben mijn zus en ik gewoon in de thuissituatie bij mijn ouders gewoond. Maar deze situatie ontstond toen ik een eigen woning kocht. Een periode waarbij ik dus een carrière ging opbouwen waarbij Saskia en ik een gezin aan het stichten waren. Woonde onze moeder bij ons. Als je dat zo ziet, dat in 1992 mijn moeder ziek werd. Daaraan kun je eigenlijk al zien, haar positie veranderde met haar ziek zijn. Zij kon haar oude rol in ieder geval niet meer normaal vervullen. Daar was zij niet meer toe in staat. En eigenlijk bleek al heel snel dat mijn vader zijn rol ook niet meer vol kon houden. Dat was op een of andere manier toch te zwaar of te lastig voor hem. En dat maakte dat ik dus in de gelegenheid kwam, en in dit geval is dat niet de oudste van het gezin, maar ik ben behoorlijk in die rolomkering terechtgekomen. Maar wel mijn zus ook wel, maar voor mij geldt echt wel dat ik wel boven mijn ouders terecht ben gekomen. Dus op hele jonge leeftijd mocht ik taken en verantwoordelijkheden op me nemen die helemaal niet pasten bij de levensfase waarin ik terecht zat, of waarin ik zat. En in het begin was het misschien nog maar koken en wassen en boodschappen doen. Die taken die voerde mijn moeder. We hadden een vrij klassieke verdeling toch wel thuis. Moeder die deed toch wel de was en het koken, het huishouden. Nou, dat moesten wij in ieder geval meteen al gaan uitvoeren. Op 16-jarige leven mocht ik in ieder geval het huishouden vooral met mijn zus gaan draaien. Maar er zaten ook andere taken die wij mochten uitvoeren. Ik mocht mijn moeder ook gaan ondersteunen met een toiletgang. Ik mocht haar ook gaan ondersteunen met het wassen en douchen. Ik mocht haar katheder mee gaan verzorgen. Ik moest haar mee in en uit bed halen. Ik mocht haar mentaal ondersteunen. Ik mocht met haar naar artsenbezoeken gaan en dan de vertaling maken voor haar wat zij bedoelde. Want wij als stamgezin konden ondanks haar beperking van het niet kunnen communiceren heel goed met haar communiceren. Maar die vertaling moesten wij toch wel maken voor haar. Nou, allerlei taken die je normaal gesproken niet voor je ouders hoeft uit te voeren. Ja, of pas in een latere levensfase. Dan is dat misschien wat meer normaal dat je voor je ouders mag gaan zorgen. Kijk ik ondertussen in de tijd of ik de brug al kan gaan maken naar de deelsessies. Maar is dat, zijn hier tot nu toe vragen over? Is dat misschien een zinvolle onderbreking? Nee, ik zie ook niks op de chat. Oké. Ik heb nog wel één vraag. Je hebt één vraag. Ja, want omdat je dus zei dat je moeder soort van wel met jullie kan communiceren. Heb je het idee gehad dat zij het bijvoorbeeld erg vond dat jij haar moest wassen en dat soort dingen? Of merkte ze daar iets van of vond ze het gewoon prima hoe dit zo ging? Nee, dat vond zij niet zomaar prima. Nee, ze ook zei even, ik bedoel, met het ziek zijn of ziek worden van haar, daar heeft zij enorm aan moeten wennen. Ik denk dat zij de eerste 2 jaar behoorlijk heeft gestoeid ook om, om dat een plek te geven. Om het verlies wat zij
moest gaan leiden om dat ergens een beetje genormaliseerd te krijgen. En zij heeft vooral ook vaak gevoeld dat zij niet moeder kon zijn. En ook later, zoals je ziet op de tekening, dat zij ook geen oma kon zijn. Zij was lid van een familie, een gezin, wat eigenlijk ook niet haar stamgezin was. Dus dat heeft zij heel vaak heel erg gevoeld, ja. Ja. Mm. En ook lastig ervaren. Ja. Ja, zeker. Jorien, zou jij misschien even ook iets kunnen vertellen over de taken en verantwoordelijkheden die jij hebt gekregen in de zorg voor jouw ouders, die eigenlijk niet bij jouw rol pasten? Mm-hmm. Ja, ik denk dat het grootste deel toch wel was het zorgen maken om mijn ouders. Dus ik was heel vaak bang dat mijn vader bijvoorbeeld suicidaal zou worden. Dus ik heb heel vaak overlegd met andere familieleden. Moet ik de dokter bellen? Of dat soort dingen heb ik heel vaak gedacht. En bij mijn moeder was dus, ja, wat ik al zei, ik was echt haar ogen. Dus ik moest gewoon, ja, alles wat ogen nodig had voor mijn moeder, was ik dan. Het is lastig om precies zo'n rollen aan te wijzen. Er zijn heel veel dingen gebeurd dat ik in ieder geval altijd de sfeer moest herstellen in het huis, zeg maar. Ik was degene die tussen iedereen instond en met wie iedereen op zich wel goed kan. Dus ik was wat van de mediator eigenlijk. Ze voelde het eigenlijk wel. Dus ik communiceerde tussen mijn ouders en ik zei altijd tegen mijn ouders, papa zei dit, wil je het even met mama bespreken? Zullen we dat even samen bespreken? Dan weer met mijn zusje. Mijn zusje had een conflict, moest ik dat met mijn vader oppakken, zeg maar. Dat soort rollen vaak. Dus geen fysieke ondersteuning, maar vooral heel erg het mentale. En altijd proberen te vragen hoe het gaat met mijn vader en proberen hem te motiveren om iets aan zijn depressiviteit te gaan doen. Ja, dat vooral. Ja, en dat stukje emotionele ondersteuning bieden, zeg maar. Ja. Daarman zegt dat ook dat het meest belastend is. Eigenlijk voor alle mantelzorgers. Mm-hmm. Stukje kopzorg en die emotionele zorg. Dat die ook heel veel impact hebben. Want je hebt een stukje twee vormen van parentificatie. Hè? Twan, help mij weer eens even. Destructieve en constructieve. Ja, ik weet meer in de volgende workshop. Had ik ze even niet helemaal paraat. Dus niet alle vormen van parentificatie zijn schadelijk. Dus parentificatie kan ook iets opleveren, zeg maar. En kan je ook iets leren, zeg maar. Een stukje empathie, een stukje leren dat je iets voor die ander moet kunt betekenen. Maar er moet altijd rekening gehouden ook worden met de ontwikkeling van het kind. Mm. Het moet passen bij de leeftijd, bij het ontwikkelingsniveau, bij de tijdsgeest. Hè. Vroeger hielpen kinderen meer mee dan nu. Bij de cultuur en andere culturen is het ook vanzelfsprekender dat kinderen meer meehelpen dan in andere culturen. En wij houden vaak bij het expertisecentrum familiezorg wel als leidraad van als er echt sprake is van veel emotionele zorg, zoals jij die eigenlijk hebt gegeven, dat het dan echt heel goed is om het gesprek aan te gaan over wat dat dan kan betekenen voor een kind in zo'n situatie en ook op latere leeftijd. Mm-hmm. Ja. Ik kijk even over mijn scherm heen naar Twan. Zullen we de breakout rooms... die heb ik nog niet klaargezet. Maar als jij hier al even 2 minuten vol praat, dan zorg ik dat de breakout rooms gemaakt worden. Ga ik doen, want we willen juist daar even met jullie over in gesprek. Die verhalen horen van ons kan interessant zijn. Is ook zinvol, denk ik. Maar zinvol is om eens even met elkaar te kijken... In de breakout rooms zometeen. We splitsen op in 3 groepen. Yvonne sluit bij een groep aan. Jorien sluit bij een groep aan. En ik zelf ook. En dan eens even gaan kijken. Wat zijn nou de gevolgen van parentificatie? Van die rolomkering? En waar gaat het wrijven? Waar gaat het schuren voor een kind? Wanneer... Wordt het een taakgericht of een emotioneel gerichte taak waarbij het echt gaat wringen en schadelijk gaat worden? Welke deuren blijven er dicht? Wat zijn de gevolgen op latere leeftijd? En hoe kan je het doorbreken? Dat willen we eens in kleine groepen bespreken zo. Nou, dus over 3, 2, 1 gaat iedereen naar de breakout room. Tot zo. Ik vind het fijn om hier nog even plenair, zeg maar, een terugkoppeling te kunnen doen van de zaken die besproken zijn in de subgroepjes.
Jorien, mag ik jou als eerste weer het woord geven daarin? Jazeker. Ja, het was een heel interessant gesprek. Eigenlijk best wel met één kern. En het begon eigenlijk dat we pas op latere leeftijd erachter kwamen wat de thuissituatie was. En dan ook achterkomen wat voor betekenis het op dit moment voor ons had. En wat de betekenis was toen we wat jonger waren. En ook dat het echt wordt meegenomen in de opvoeding van nu. Dus dat, ja, de mensen, ja, jullie mogen het zelf aanvullen. Maar dat je ook heel erg zoekende bent in, ik wil niet dezelfde fouten maken als mijn ouder bijvoorbeeld. En moet ik dan perfect zijn en hoe ga ik daarmee om? Dus dat was heel erg interessant. Dat alles gewoon zo maakbaar lijkt eigenlijk vooral. Maar dat het eigenlijk heel mooi is dat je ook met je kinderen kan praten over als iets niet goed gaat bij jezelf. Zonder altijd maar de schijn op te moeten houden van, ik ben de perfecte ouder. Ja, dat was eigenlijk denk ik wel de kern daaruit. Als iemand nog een toevoeging heeft, mag dat. Mooi, Jorien, dat je benoemt, zeg maar, dat open communicatie helpend is. Ja. Dat is zeg maar de belangrijkste grondslag van ons werk. Open communicatie leidt tot minder stress. En dat is ook echt wetenschappelijk bewezen. Dat wanneer je juist wel dingen bespreekbaar maakt binnen een familie, dat dat ervoor zorgt dat het hele systeem, gezamenlijk systeem, minder stress ervaart, maar ook alle individuen. Dus heel mooi dat dat bij jullie ook uit jullie gesprek is gekomen. Mag ik daar nog heel ietsjes aan toevoegen, Jorien? Ja, zeker. Ik vond van ook wel het stukje dat het zo is dat je aan de ene kant de perfecte ouder wil zijn, maar om echt waardevrij met een gezin of met je eigen gezin of vanuit je functie met gezinnen waarmee je werkt in gesprek te gaan, dat je soms die maakbaarheidsgedachten ook een beetje moet kunnen loslaten. Zoals Sietske dat zo heel mooi zei, dan wil je niet nog eens een keer horen dat je weer een verbouwing moet toepassen in hoe je alles anders moet. Ja. Soms is het ook wat het is. Ja. Ja, en bedoel je daarmee te zeggen, Judith, want soms komen we ook bij families thuis, zeg maar, waar er best wel een bijzondere balans is, waar je, zeg maar, wat van zou kunnen vinden. Maar wij bedenken ons dan, als die balans voor hun oké is en voor deze familie zo werkt, wie zijn wij dan om daar iets van te vinden? Ja, ik denk dat het uitgangspunt hopelijk in je eigen gezin, maar ook in gezinnen waar je hulpverlening verleent is, kan iedereen wel ook, komt iedereen wel toe aan dat wat hij nodig heeft. Dat dat het uitgangspunt van het gesprek is en niet per se hoeft daar een normenpatroon onder te liggen van hoe moeten rollen zijn. En ja, het is een beetje een vaag verhaal, maar ik vond ook dat wat Sietske heel erg aanhaal, het is tegenwoordig moet het allemaal ook zo perfect zijn. En dan is hulpverlening ook altijd gericht op het beter maken. Ja, of dat altijd zo haalbaar is, dat weet ik niet. Ik denk dat inderdaad de vraag die je jezelf moet stellen is, komt hier de ontwikkeling van iemand in het gedrang? Of de veiligheid bijvoorbeeld. Hè? Dus wanneer je weet van, wanneer er bepaalde grenzen overschreden worden, dan moet je actie ondernemen, dan moet je het gesprek aangaan. En dat moet je soms ook even onderzoeken. Worden er grenzen, te veel grenzen overschreden? Wat ik toen straks denk ik in deze workshop al zei, misschien was het in workshop 1, is dat het is altijd maatwerk. Dus je kunt zeg maar nooit bedenken van nou zus en zo moet het. En zo geldt het voor alle families. Elke familie is anders. Elke zorgsituatie is anders. Dus je moet altijd kijken wat het beste past voor die familie. Maar daarmee hou je wel altijd in gedachten zeg maar dat er niemand de dupe is. Zeg maar wat wij dan hier op kantoor wel eens zeggen van het hele verhaal. Dus niemand moet beschadigd raken door de situatie. Twan, zou jij je de terugkoppeling van jullie groepje willen geven? Nou, we hebben onder andere besproken wat jullie al ook al melden. En ik ben wat verder bevraagd natuurlijk over mijn situatie. Dat is het gevaar als je eerst een verhaal mag vertellen. Dan krijg je daar wat vragen over. Overigens, hier even op ingaan. Soms is het ook zo hè, dat je moet constateren als hulpverlener dat een situatie ook niet te veranderen is. Hè? Dus dat het systeem zo toch op een gekke manier in balans is. Hè? Dus het is niet zo dat ik vind dat we een oplossing binnen moeten duwen. Daarop was mijn antwoord wel, nou, of daar kwam ik een vraag van, joh, wat had jouw omgeving, jouw sociale omgeving dan moeten doen? Of kunnen doen? Een rector, wie waren er daar om dat gesprek met je te voeren? Ik heb uitgelegd, er zijn een hele hoop mensen die dat hadden kunnen doen, die het niet gedaan hebben, maar die heel vaak tegen mij hebben gezegd, wat knap dat je dat doet. Waarmee ik eigenlijk
nog harder in verdrukking kwam om de situatie waar ik in zat, of die rol die ik had, om die los te laten. Want het was immers knap. Als ik dat los zou laten, dan zou ik niet meer goed of niet meer knap. Mijn loyaliteit werd daar nog eens extra hard aangesproken. Verder hebben wij het gehad over de gevolgen. Hè? Dus wat kunnen gevolgen zijn als je te lang in die rol hangt? Oké, dan zal ik heel eventjes nog de terugkoppeling uit onze groep. Zit ik heel eventjes te kijken. Ja, Kim die heeft nu de camera weer uit, maar die vertelde zeg maar dat er bij hun in het gezin, hallo Kim, ook sprake was van rolomkering en dat moeder eigenlijk de hiërarchie zelf weer heeft hersteld. Dus dat moeder op een gegeven moment zei van Kim, je mag nu weer kind zijn en dat helpend is geweest voor haar. Ze benoemde ook dat ze zeg maar wat sneller volwassen is geworden, waardoor het soms ook lastiger was om aansluiting te vinden met bijvoorbeeld ja, leeftijdgenoten. Er werd ook genoemd dat zeg maar wanneer je in rolomkering hebt gezeten en dus een soort van zorgidentiteit ontwikkeld, hè, dat je altijd gericht bent op zorgen voor een ander, dat je dat ook terugziet in andere systemen, bijvoorbeeld bij vrienden of in een partnerrelatie, waarmee het geven en het ontvangen wat minder in balans is. Over loyaliteiten is nog gesproken, Twan die noemde het net al, hè, dat qua loyaliteit het heel lastig is om rolomkering ook bespreekbaar te maken. Ik merk wel eens wanneer we het bespreekbaar maken binnen families, hè, de loyaliteit is vaak zo sterk, waardoor het best wel een lastig gespreksonderwerp is. En waardoor mensen ook wel eens afhaken. Dus dat is heel belangrijk om daar wel zorgvuldig je taal in te kiezen. En misschien dat Judith dat ook een beetje bedoelt, om eerst goed eens te onderzoeken van nou, hoe ziet die situatie er nou uit? Welke mensen hebben er last van? Welke ontwikkeling wordt hierin beperkt? Dat je goed onderzoekt, zeg maar, van hoe de situatie eruit ziet. Heel eventjes denken. Oh ja, want Marleen, jij vroeg nog van hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn zoon niet in de rolomkering terechtkomt? En jij zei al van dat jij zelf hem daar ook op aanspreekt. Dit is de verantwoordelijkheid van papa en mama. En ik gaf daaraan nog als aanvulling dat een stukje erkenning geven, zeg maar, voor wat het kind doet of zou willen doen. Dat wat wel heel belangrijk is, ook voor de eigenwaarde. En dat er minder. Dat kinderen minder snel in de knel komen. Erkenning geven is iets heel belangrijks, ook in het onderwerp van rolomkering. Om rolomkering min mogelijk schade op te laten leveren, is het heel belangrijk dat er erkenning is voor wat iemand doet. En dat er ook erkenning is voor dat een kind ook gewoon kind mag zijn. Dus dat daar ook aandacht voor is. Ik heb in mijn groepje net de tip ook gegeven, een boekentip, Te vroeg volwassen van Marinka Kamphuis. Als je meer wil weten over dit onderwerp, parentificatie, dat is echt een heel fijn boek om te lezen. Gewoon fijne taal, ook met tips zeg maar als ouder zelf. Wat kan je doen om het te voorkomen of om het te doorbreken? Welke vormen zijn er? Ook bijvoorbeeld, wat heeft een echtscheiding voor effect? Hoe zit het met loyaliteiten? Noem maar op. Dus dat is echt een onderwerp of een boek waarin je echt wat verdieping kunt vinden over dit onderwerp. Ik zie dat we al 4 minuten over de tijd heen zitten. Volgens mij begint om 6 uur de plenaire afsluiting. Ik zie hier de vraag binnenkomen. Hoe heet het boek? Te vroeg volwassen. Van Marinka Kamphuis. Ja, het staat. Dankjewel, Jorien. Zijn er nog vragen waar jullie graag nog even aandacht voor willen hebben? Is er een aparte opleiding om familiezorg te gaan doen? We hebben een experttraining. Dus dan word je opgeleid tot expert/ambassadeur. En dat betekent dat je zelf ook trainingen mag gaan geven en dat je ook familiegesprekken mag gaan voeren. En die training die geven we 2 keer
per jaar en meestal vanuit Tilburg. En je kunt altijd zelf ook bekijken van hé, hoe kan ik familiezorg toepassen in het werk bijvoorbeeld wat ik al doe. Ja, dat is echt... Zijn jullie dan de enige of zijn er ook andere opleidingen? Wij leiden dus heel veel trainers op hè, met die experttraining. Dus er zijn wel heel veel trainers ook nog door het land die gewoon een training familiezorg ook kunnen verzorgen. Maar als je echt expert wil worden, dus echt ambassadeur of trainer vanuit zeg maar echt het expertisecentrum familiezorg, dan moet je de opleiding echt bij ons volgen. En als je gewoon wat meer wil weten, dan worden er ook wel op andere plekken in het land soms wat trainingen gegeven. Maar heel vaak en meestal gaat dat ook wel in samenwerking met ons. Ik had nog een vraag over het werken met genogrammen. Hebben jullie daar ook vaste genogrammen die jullie daarvoor gebruiken? Is dat iets wat je alleen in de intakefase gebruikt? Of gebruik je dat door de hele hulpverlening heen? Want het is natuurlijk wat anders om een genogram voor jezelf van een casus te tekenen dan om dat samen met de mensen te doen. Ik was er wel even benieuwd naar. Mm-hmm. Wij doen het eigenlijk ook altijd samen. Dus wanneer ik een familiegesprek aan het voeren ben, dan teken ik 9 van de 10 keer ook een genogram. En een genogram, daar zijn wel bepaalde richtlijnen voor. Dus je kan je gewoon op Google, dus hoe je communicatie je tekent in een genogram. Hoe je bijvoorbeeld een tweeling, een doodgeboren kindje, noem maar op. Ik zei het er straks al, zodra wij iemand aan de telefoon hebben of zodra iemand begint te vertellen over zijn verhaal, dan gaan wij eigenlijk al tekenen. Maar het genogram tekenen samen met de familie geeft ook echt heel veel inzicht en maakt een gesprek vaak heel laagdrempeliger, denk ik. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook dat wel balans vraagt tussen hoe snel of je dingen uittekent. Vooral als het om die rolomkeringen gaat. Ik zou me voor kunnen stellen dat je dat in systemische gesprekken, in een intakegesprek, niet meteen in één intake het hele genogram uittekent. Ja, en ik vind het wel grappig, want jij zegt van, jij noemt een intakegesprek. Wij noemen dat een kennismakingsgesprek, dus we gaan gewoon de familie leren kennen. En soms komt dat wel al in het eerste gesprek boven tafel. En soms komt dat later. Dat kan prima in een eerste gesprek. Ik merk dat mensen zich heel open opstellen vaak, wanneer je echt aandacht hebt voor de ander van mens tot mens. En je komt niet altijd overal aan toe in een eerste gesprek. Dus dat is ook helemaal zo. Dus dat had ook een beetje afstemmen. Oké, ik denk laat even een ongemakkelijke stilte vallen om te kijken of er nog mensen nog vragen hebben. En ik heb de indruk van niet. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie aandacht en voor het meepraten en voor het meedenken.